Goedemiddag, u kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza.nl. Vanmiddag hadden we te maken met een buienstoring die voor de nodige buien zorgde. Lokaal gingen de buien gepaard met een enkel klapje onweer, met name in het oosten en zuidwesten van het land. Maar aan de achterzijde van de buienstoring kwamen er steeds meer opklaring en ook droge perioden onze kant op, waar we dan ook vooral vanavond mee te maken hebben... Want vanavond is het op de meeste plaatsen droog, wisselend bewolkt, lokaal valt nog een enkel buitje en de temperaturen die liggen aan de hoge kant met zo'n 8 of 9 graden. De zuidwestenwind die is nog wel aanwezig en is dan meest matig tot aan de kust soms eventjes vrij krachtig of krachtig. Vannacht zorgt wel een nieuwe storing voor een aantal nieuwe buien, dit kunnen lokaal felle exemplaren zijn met lokaal hagel, misschien ook wel een, een klap onweer. De minima die blijven ruim boven het vriespunt liggen met minima zo rond de 6 of 8 graden. Lokaal in het oosten waar het wolkendek dik genoeg is kan de temperatuur misschien zelfs wel dalen tot niet eens onder de 10 graden. De, wind, de zuidenwind die is flink en die is meest matig tot misschien aan de kust zelfs wel krachtig. In het noordwesten mogelijk hard of zelfs eventjes stormachtig op de wadden met daarbij kans op zware windstoten. Morgen overdag valt het dan allemaal nog wel mee wat betreft het weer. Want de buien trekken al vroeg in de ochtend naar het oosten weg. De zon die gaat op veel plaatsen regelmatig schijnen. Ook zijn er wat wolkenvelden, met name in het zuidoosten van het land. Later in de middag wordt het geleidelijk aan droger. En op een enkel regenbuitje na zien we ook op veel plekken alsnog wat vaker de zon. De zuidwestenwind die is matig tot aan de kusten krachtig. En de maxima die komen uit op zo'n 10 tot lokaal 12 graden. De komende dagen houden we nog wel wat buitjes, met name komende donderdag, nog periode met regen. Mogelijk dat het dan in het noorden van het land droog blijft. Daar dan ook de hoogste temperaturen met zo'n 12 graden. Maar vanaf vrijdag dan lijkt het lente weer ons land echt te gaan bereiken. Met dan of meer, meer plaatsen zon is het vrijwel overal droog en liggen de middagtemperaturen alweer een graadje hoger. En vanaf zaterdag dan lijkt het echt op een top lente te gaan worden met veel zonneschijn en minder wind. De wind draait overigens naar het zuidoosten, dus warme lucht wordt aangevoerd. En dat betekent ook dat de middagtemperaturen flink gaan oplopen naar waarden zo rond de 14 graden in het noorden van het land en misschien tussen de 15 en 20 graden in het zuiden van het land. Want als we de pluimgrafiek er even bij pakken, dan is vooral te zien dat de piek op de zondag en de maandag hoog is. En zelfs misschien wel richting de 20 graden gaat in het zuidoosten van het land. We verwachten dat de temperatuur ergens gaat uitkomen tussen die 15 en 20 graden. Afhankelijk van de hoeveelheid bewolking op zondag en maandag. Maar op een top lenteweer zit er voor komend weekend vast en zeker in. Mijn naam is Wilfred Jansen van weerplaza.nl.